vrede, arbeid en welvaart. Zo heten deze drie grote klokken van het nieuwe carillon dat Rotterdam feestelijk binnenhaalt. Het zal het oude klokkenspel vervangen dat in 1943 voor de Duitse oorlogsindustrie uit de stadhuisdeuren werd geroofd. Op de andere vrachtwagens worden de 45 kleine klokken aangevoerd die het gemeentepersoneel aan zijn stad aanbiedt. Rotterdam verheugt zich te meer over dit geschenk, omdat de beide andere grote carillons, van de Sint-Laurenskerk en van de Oude Beurs, in de oorlogsdagen ook al verloren gingen. De klokken worden voorzichtig opgetakeld en dan gaan ze naar de toren 72 meter omhoog. Het gaat langzaam, maar deze grote weegt dan ook alleen al 6000 kilo. Vrede en arbeid zijn voor de Maasstad weergekeerd. En als het aan de energie van de Rotterdammers ligt, zal de welvaart ook niet lang meer op zich laten wachten.